Hey, een hele goede middag, beste kijkers, en welkom bij dit extra weerbericht. Er staat vandaag heel wat op de planning. Er zijn namelijk echt wel erg mooie onweerskansen. We gaan meteen eens kijken waar we de stevigste onweersbuien kunnen verwachten en wanneer deze zouden gaan vormen. Om te starten kijken we vandaag eerst naar de kaartjes van Arome. We gaan hier eens kijken wat zij denken wat de onstabiliteit zal zijn voor deze namiddag en avond. En dan zien we dat vanaf de middag er al stevig wat onstabiliteit in de atmosfeer aanwezig is. We zien dan de rode waardes op de kaart verschijnen en dat wil toch wel zeggen dat we over een 1600 tot een 2000 kilojoule in de atmosfeer hebben zitten. En dat is toch wel stevig wat. Als we dan gaan kijken naar de verwachte radarbeelden die ze gaan tonen van Arome ook, dan zien we dat ook rond de middag de eerste buitjes zullen gaan ontstaan. We zien nu wel dat Arome de eerste onweershaard hier nog niet heeft ingetekend. We zien hier momenteel al een klein lijntje net onder Brussel bij het actuele weerbeeld. Maar als we wat verder gaan kijken, dan zien we dat zij na de middag de eerste buien in het oosten van het land zullen laten ontstaan. Eerst en vooral in de Ardennen, maar ook al over het oosten van Nederland. Als we nog een beetje verder kijken, dan zien we dat er verspreid over de hele Benelux snel nieuwe onweerskernen zullen gaan vormen. En deze kunnen lokaal echt wel hevig zijn, met erg veel water vooral. Het is vooral het water en de neerslag waar we dus erg veel rekening mee moeten houden. De treksnelheid van de buien is zodanig laag dat het toch wel erg veel kan regenen op sommige plekken. En wat zegt Arome voor later vanavond? Wel, dan zien we dat er verspreid over de Benelux nog steeds enkele onweersbuien actief zullen zijn. Als we naar een ander weermodel gaan kijken, bijvoorbeeld WRF, ook een zeer fijnmalig weermodel, dan zien we ook dat zij al rond de middag de eerste buien zullen laten ontstaan. We zien hier dan een erg mooie ploffer nabij Maastricht, die hier ingetekend is. Het is natuurlijk altijd erg moeilijk om onweersbuien te gaan voorspellen op locatie, maar het geeft toch een zekere indicatie van wanneer de convectie echt tot gang kan komen. En we zien dan inderdaad dat er verspreid over de Benelux alweer enkele felle buien zullen gaan ontstaan en die dan via het zuidoosten richting het noordwesten zullen gaan trekken. Aan een zeer lage treksnelheid weliswaar. En we zien dan dat er inderdaad echt wel enkele felle exemplaren kunnen gaan bijzitten. Nog een laatste weermodel om te bekijken, en misschien niet het minste, Hirlam. Dat is ook wel een erg goed weermodel voor deze soorten aan situaties. En dan zien we ook dat zij rond de middag die eerste buitjes zullen laten ontstaan. We zien dat het hier nu wel meer over grote complexen zou gaan. Zij hebben het nog iets moeilijker met die kleinere buitjes te gaan voorspellen. Maar we zien dan ook dat zij het over de gehele Benelux laten gaan onweren bijna. Enkel het uiterste noorden kan misschien een beetje uit de boot vallen, alhoewel dat er daar zeker ook nog wel kansen zijn. En we zien dan dat Hirlam eigenlijk nog een tweede lijntje onweersbuien laat ontstaan. We zien dat hier erg mooi een nieuwe onweershaard, die dan vanaf de avond eigenlijk richting het noordwesten verder zal trekken. Zo, dat was het voor vandaag. Wel, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Als jullie vragen hebben, laat die gerust achter in de comments. En dan proberen wij daar zo snel mogelijk op te reageren. We moeten dus rekening houden met enkele felle onweersbuien die vanaf de namiddag zullen gaan ontstaan. Hou zeker onze Facebookpagina en Twitter-account in de gaten voor de laatste nieuwe updates. Ik wens jullie dan een erg mooie middag en avond. Ik zou zeggen, hou het veilig. En ik zie jullie graag volgende keer terug. Dag.